Dag dames en heren, welkom vanuit de Johan Cruijff Arena. Ik ben even ten Apel. En vandaag gaat het dus tussen Ajax en Borussia Mönchengladbach. Wat is het toch een bouwkundig hoogstandje, deze Johan Cruijff Arena. Qua uiterlijk, maar vooral ook op het gebied van comfort en veiligheid. En het heeft als een van de eerste stadions een dak dat dicht kan. Zo ben je toch een stuk minder afhankelijk van het weer. Dit is een team dat graag druk zet over de gehele linie. Als tegenstander heb je dan weinig tijd om de bal rond te spelen. Kunnen we dat vandaag ook verwachten als je naar de opstelling kijkt? Ja, zeker Evert. Ja, het is toch een kenmerk van dit elftal. Vroeg druk zetten, de tegenstander opjagen en dan alle kleine foutjes afstraffen. Ja, en dan kan het een mooie wedstrijd worden voor dit elftal. En dit is de formatie waarin Borussia Mönchengladbach van start gaat. Als we kijken naar de formatie, dan zien we dat er is gekozen voor 4-5-1. Dat ziet er toch wel heel erg verdedigend uit. Ja, maar kijk, het zit er maar net in hoe die buitenste middenvelders het invullen. Gaan die heel erg mee verdedigen of richten zich meer op de aanval? Nou ja, dat is even afwachten. Hakim Ziyech. Lasse Schöne. Huntelaar. En Ajax is weg. Klaas-Jan Huntelaar. Huntelaar! Daar is het eerste doelpunt van dit duel al. En dat is rap, Juri. Lekker toch? We weten in ieder geval dat het geen 0-0 wordt. Die bal verdwijnt keurig laag in de hoek. Technisch heel knap gedaan. De goal vanuit een andere hoek. De bal gaat er vandaag voor het eerst in. Slordig balverlies hoor, dat mag je op dit niveau niet overkomen. Prima bal. Ajax kan die bal gaan voorgeven uit de hoekschop. Die bal was lang onderweg en de keeper zag hem dus goed aankomen. Dat is een mooi afstandsschot en een nog mooiere redding. De corner wordt diep getrapt. Kon de bal niet naar beneden koppen. Nou, hij verbaast me niks. Hij strekt zich ook helemaal uit, maar kon hem toch alleen maar schampen. Hij schiet de geplaatste bal van afstand, links en laag op het doel. Huntelaar aan de bal. Probeert het. De keeper redt op fenomenale wijze. Het wordt druk in het 16 meter gebied. Nou, daar zullen ze ploeggenoten hem dankbaar voor zijn.
Uitstekend verdedigend werk. Kans om te schieten. Uitstekend ingegrepen door de keeper. Ja, knap gedaan. Dat was een hele behoorlijke kans van die afstand. Korte corner. David Neres. Kijk eens. Dapper verdedigd. Hoekschop. De bal werd nog aangeraakt door de verdediger. Hij neemt de corner kort. Johnson. Herman. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Over de zijlijn, inworp. Johnson. Ik zal maar uithalen. Tussen de palen. Prima afgemaakt. Maar let ook op de combinatie die eraan vooraf gaat. Schitterend uitgespeeld. En daar is hij weer. Hij prikt nummer 2 erin. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Hazard, Rafael. Nissen Christensen, De Jong. David Neres, De Jong. Lasse Schöne. Kans op een treffer hier voor Ajax. Daar gaat hij. Knap gered hoor, maar het blijft opletten geblazen. Het gevaar wordt afgeslagen. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Lasse Schöne. De grensrechter steekt zijn vlag omhoog. Buitenspel, geen doelpunt dus. Hier krijgen we dat moment nog eens te zien. Ja, het is duidelijk dat de grensrechter zijn ogen toch goed gebruikt heeft. Het is nipt, maar de speler stond inderdaad buitenspel, goed gezien. Net op tijd onderschept. Lasse Schöne. Dit is een grote kans hoor. Die tackle was goud waard en nu blijven concentreren. De Jong. Schöne. Wordt het een doelpunt of een... Hij heeft een sterk schot in de benen. Ajax scoort wel vaker uit een hoekschop. We gaan eens kijken. De corner wordt kort genomen. Ziyech. We krijgen weer een corner. Gepakt door de keeper.
De hoekschop komt in het strafschopgebied. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. David Neres. Lasse Schöne. Schöne! En we krijgen weer een corner. De corner wordt diep getrapt. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben, maar de tegenstander weet hem toch weg te werken. Nog een corner. Korte corner. Hij probeert het binnendoor op zoek naar dat ene kleine gaatje. Doelpoging. Dolberg, een uitgelezen mogelijkheid om te schieten. En doelpunt. Uitstekend gecombineerd en al even goed afgemaakt. Er zit veel voetbal in deze ploeg, dat blijkt maar weer. Alles klopt bij Ajax vandaag. En dat resulteerde hier alweer in een treffer. Als ze zo staan te spelen, zijn ze niet te kloppen. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Die voorsprong begint wel erg groot te worden. Herman. Christoph Kramer. Nee, het idee van de paas was goed, maar er zit iemand tussen. Michael Lang. De scheidsrechter geeft voordeel. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Hoed voor geel. Daar krijgt hij geel voor. Christoph Kramer. Ze zijn de bal kwijt en moeten weer in de verdedigende stellingen. Klaas-Jan Huntelaar. Hij doet het. De keeper werkt de bal weg, maar het blijft gevaarlijk. Mooie redding, maar het spel gaat door. Opnieuw een hoekschop. Hij kiest ervoor om de bal voor het doel te brengen. Een doelpoging uit die corner, maar de bal gaat er niet in. Als we zo doorgaan, zal hij op een gegeven moment toch wel ingaan. Hazard, Herman. Slordig balverlies hoor, dat mag je op dit niveau niet overkomen. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Slecht verdedigd hoor. Hakim Ziyech. Ziyech. De bal gaat via de paal binnen. Dat gaan we nog even vanuit een andere hoek bekijken, want hij leek naast te gaan. Was dat wel zo bedoeld, Evert?
Maar hij gaat er wel lekker in. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Ik denk dat één team in deze wedstrijd de dienst gaat uitmaken. Christophe Kramer. De Jong. Huntelaar heeft hem. Die bal geven ze toch wel heel makkelijk weg, zeg. Ajax zit er niet meer aan en mag ingooien. Nissen Christensen. De Jong. Schöne. Daar is het balbezit. En nu? Er komt een inworp aan van Ajax. David Neres. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Johnson. Einde balbezit. Ze zijn de bal kwijt aan de tegenstander. Kan er zijn eentje op de goal af? Op de dreef en een schot. En hij zit erin. Hij heeft een hattrick op zijn naam. En wat een geweldige doelpunten. Alle drie. En ja hoor, nummer 3 van vandaag. Dat is lekker voor een speler. Hij schiet ze er achter elkaar in, Evert. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. Rafael. David Neres. Dolberg. Hij werkt de bal weg en het gevaar is voorbij nu. We krijgen weer een corner. Thorgan Hazard heeft de kwaliteit om wedstrijden als deze naar zijn hand te zetten. Maar vandaag is daar geen sprake van. Nee, hij is een van de spelers die in staat moet worden geacht om een achterstand ongedaan te maken. Maar ja, dan moet je wel in balbezit komen. En daar is vandaag helemaal geen sprake van. Hij is eigenlijk deze wedstrijd totaal onzichtbaar. De corner wordt diep getrapt. Gevaar geweken, de bal is weg. Johnson, Rafael. Er liggen mogelijkheden hoor in de omschakeling. Die bal is voor de tegenstander. Terug naar de keeper dus. Vliegende keep noemden wij dit vroeger altijd. De vierde official geeft aan dat we 5 minuten blessuretijd krijgen. Oh, dat kan een dure fout worden. Ze spelen de bal rustig naar elkaar over en zoeken naar de ruimte. David Neres. De scheidsrechter geeft een vrije trap. En weer komt die bal keurig aan. Hij speelt een prima wedstrijd. Ja, dit gaat goed. En die zit.
Hij scoort met zijn zwakke been, of toch niet, Jury? Nou, het is volgens mij ook zijn zwakke been, maar het zwakke been is wel sterk genoeg om dat doelpunt te maken. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. Nou, we zitten nog vroeg in de wedstrijd, maar die lijkt nu al beslist. Christophe Kramer. We gaan de rust in met een verrassende tussenstand. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening over de eerste 45 minuten van Klaas-Jan Huntelaar. Ja, weergeloos, Evert. Hè. Het is ongelooflijk als je dat ziet. Hij scoort doelpunten alsof het niets is. Ja, en ook het plezier straalt er vanaf, hè. De tweede helft gaat beginnen. Ik ben benieuwd of die net zo eenzijdig zal zijn als de eerste. Als dat zo is, dan krijgen we vandaag een waar doelpuntenfestijn. Hakim Ziyech. Huntelaar aan de bal. Dolberg. En het balbezit is voor de tegenpartij. Wat gaan ze doen? Ziyech. Het is lekker voetbal hoor, zo voor Borussia Mönchengladbach met zoveel ruimte op de vleugel. Matthias Ginter. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Dit moet een goal worden. Rafael. Die wordt vrijgespeeld in de diepte. En nee, dat gaat niet. Hij nam hem op de slof, maar de keeper kreeg het er niet echt warm van. Nee, de doelman had er goed zicht op, maar hoefde het niet eens in actie te komen. De trainer neemt geen halve maatregelen. Twee wissels tegelijk. Matthijs de Ligt. Schöne. Breed gespeeld in de hoop dat de achterhoede gaten laat vallen. De Jong. Dolberg. Ze wachten geduldig hun kans af en uithalen zou ik zeggen. Zo hoort het. Nou, ze laten het balletje prima lopen. Mooi om te zien en erg goed afgemaakt. Zijn tweede doelpunt van de wedstrijd. Wat wil je nog meer? De goal vanuit een andere hoek. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. Traoré. Christophe Kramer. Rafael. Hazard. De tegenstander kan eenvoudig onderscheppen. Wat een dramatische paas toch. Hij wordt opgejaagd op eigen helft. Dolberg. En Ajax is weg. Buitenspel volgens de scheidsrechter. Ik heb zo mijn twijfels. Dat had een doelpunt kunnen zijn. Christophe Kramer. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Geen goed schot, gaat ruim naast.
We halen er even een speler tussenuit die vandaag een uitstekende vorm laat zien. Ja, zoals Cruijff al zei, als je niet schiet, kun je niet scoren. Hij laat dat vandaag meerdere keren zien. Prima doelpunten. Hakim Ziyech. Huntelaar heeft hem. Welkom dames en heren, het is vandaag een speciale dag voor deze man. Hij doet het. Een super redding hoor, voor de keeper. We krijgen weer een corner. De hoekschop wordt kort genomen. Matthijs de Ligt. Klaas-Jan Huntelaar. Vol geraakt. Wat een schitterend doelpunt. Goeie genade, wat een poeier. Ja, die speler die raakt die bal fantastisch. En dan is er voor de keeper geen houden meer aan. Een doelpunt waar we geen genoeg van kunnen krijgen. Hopelijk gaan we dat dit seizoen nog vaker zien. Dat gaan we nog even vanuit een andere hoek bekijken, want hij leek naast te gaan. Was dat wel zo bedoeld, Evert? Maar hij gaat er wel lekker in. Deze twee teams zijn duidelijk niet van hetzelfde kaliber. Traoré. Rafael. Schöne. Huntelaar heeft hem. David Neres. Dolberg. Dat is een kans. Schiet! Prachtige stift. De keeper kan er niet bij. Wat een prachtige goal zeg. Heel subtiel en heel precies. Zo zien we ze graag. Een schitterende goal, Evert. Heel goed gedaan. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Echt spannend zal het vandaag niet worden. Christophe Kramer. Traoré. Ze nemen de tijd om een gaatje in de verdediging te zoeken. Hij is hem kwijt, de bal rolt vrolijk verder. Hakim Ziyech. Een groot gat op de vleugel en dat biedt kansen voor Ajax. Dat is nogal optimistisch gedacht hoor, zo'n schot van Grota. Nou, dat was toch een grote kans. Dat ziet hij zelf ook wel in. De supporters zijn blij met het spel van hun ploeg. Hoor ze juichen. Ja, die denken dat de buit binnen is. Ja. Straks slaat het over op de spelers en kunnen ze in de slotfase de overwinning binnenslepen. Er komt een verse kracht in. Dit is Huntelaar. Dolberg. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur, want is hem alweer kwijt. Zonde van die rustige opbouw. Nu zijn ze de bal alsnog kwijt. Kans om te schieten. En zo maakt hij de voorsprong net niet groter.
Dolberg. Dolberg. Wat een geweldige redding van de keeper. Met open ogen de buitenspelval in. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Klaas-Jan Huntelaar. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Johnson. Lars Tindall. Die is er doorheen. Het is lekker voetbal hoor, zo voor Borussia Mönchengladbach. Met zoveel ruimte op de vleugel. Schöne. Huntelaar aan de bal. Er liggen mogelijkheden hoor in de omschakeling. Hazard. Daar wordt de bal zomaar ingeleverd. Tjonge, jonge, wat een slechte paas toch. Die moet erin. Bal op de lat. Ziyech. Je hebt af en toe geluk nodig, hè. En dat ontbrak bij die bal tegen het aluminium. Klaas-Jan Huntelaar. David Neres. Scheidszetter geeft buitenspel. Zo scherm je een bal af. Hij weet die paas te onderscheppen. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben, maar de tegenstander weet hem toch weg te werken. Er zijn nog 8 minuten. Reguliere speeltijd over. De trainer is in zijn nopjes met het spel van deze speler. Dan haalt hem toch naar de kant. Want er staan nog meer belangrijke wedstrijden voor de deur. Christophe Kramer. Die bal zijn ze kwijt. Balbezit voor de tegenpartij dus. Klaas-Jan Huntelaar. Dolberg. De paas is goed. De verdediging staat als een huis, maar het is nog niet gedaan. Nou, de fans laten duidelijk merken dat zij het wel een penalty waard vonden. Hazard. Dit zijn de omschakelmomenten waarvan je kunt profiteren. Nou, het einde van de wedstrijd is in zicht. En het is wel duidelijk wie hier gaat winnen. Het schot. Hij zit erin. Nu wordt het wel heel moeilijk om nog iets terug te doen. Ja, dat gaat denk ik niet meer lukken. Misschien kunnen ze een doelpuntje maken, maar de overwinning is binnen. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. De trainer haalt hem naar de kant. Hij zal toch niet ontevreden zijn over zijn spel. Dat lijkt me niet, Evert. Hij heeft een topwedstrijd gespeeld en verdient gewoon de wedstrijdbal. Het einde van de wedstrijd komt in zicht en normaal gesproken is de zaak nu al beslist. De tijd zit er bijna op. Nog maar 3 minuten te gaan. Lars Tindall.
Huntelaar aan de bal. Dolberg. Het is heerlijk voetballen met zo'n man in je team. Hij zit er weer goed tussen. Christophe Kramer. 5 minuten extra tijd. Het blijft nog even spannend. De fans laten hun ongenoegen blijken, Evert. Ze willen dat de scheidsrechter affluit. En nu scoren. En is het erin. Ze laten niet na om nog wat extra zout in de wonden te strooien. Nou, dat is de echte topsportersmentaliteit. Een mooie bekroning van een geweldige wedstrijd. Ja, dat voelt lekker hoor, zo op het laatste moment toch een geetje bijprikken. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. De wedstrijd is grotendeels gespeeld en het lijkt me duidelijk wie zometeen met de winst naar huis gaat. Goeie ingreep van de doelman en hij pakt de bal. Die bal gaat recht naar de tegenstander. Christophe Kramer. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Oh, dat kan een dure fout worden. Hazard. Lars Tindal. Matthias Ginter. De scheidsrechter heeft vandaag voor het laatst op zijn fluit geblazen. En Ajax wint deze wedstrijd. Heeft Huntelaar een beetje goed gespeeld? Nou, wat een fantastische wedstrijd van hem. Hij scoorde aan de lopende band, Evert. En die maakte echt het verschil vandaag.